is de legging voor de ram. We hebben de wensput. Dus een wens gaat in vervulling. Doe je wens en doe dan een stapje opzij, zodat het universum het voor je in orde kan maken. En we hebben de berg, dus een obstakel wat er op dit moment is voor jou. Dus ja, hou goed voor jezelf in de gaten, hè, van wat wil ik, wat wil ik bereiken en wat is mijn obstakel, wat kan mijn obstakel zijn. En misschien ben je zelf het obstakel. Juist omdat het advies er is om een stapje opzij te doen. Hè. Soms dan kan je zo erg bezig zijn met je wens dat je probeert om het te controleren. Ja, dat is hier dus echt totaal niet nodig. Juist als je het loslaat en het gewoon laat gebeuren allemaal, komt het allemaal goed. Krijg je je wensvervulling. Zo. Koning van Kelken, de liefde, jouw ware liefde. Dit is iemand die heel warm is, erg bezig is met gevoelens. Ik zie een hele sterke aantrekkingskracht hier met de koning van Staven. Het voelt niet echt als twee personen, maar meer als twee kanten van dezelfde persoon. En we hebben hier een stabiel nieuw begin met deze persoon. Dus dit is jouw wensvervulling, zou ik zeggen. Iemand die zowel heel warm is, gevoelig en over gevoelens kan praten en gevoelens kan uiten. Maar met wie je het ook in de slaapkamer heel erg goed naar je zin hebt. Heel veel vuur zien we hier. Natuurlijk een stabiel nieuw begin, hè, met de aas van pentakels. Dus een stabiele relatie. We hebben hier de aas van zwaarden. Dus dit is een bepaald inzicht misschien wat je krijgt. Hè? Dus van nou, het kan inderdaad. Ik kan deze eigenschappen in dezelfde persoon hebben. En hey. Dit is die persoon. Daar is die eindelijk. We hebben de staven 8. Dus heel veel communicatie gaat er plaatsvinden met deze persoon. Het kunnen ook hele hete berichtjes zijn. Hè? Met de staven 8. Dus heel veel berichtenverkeer heen en weer. Hele vurige berichtjes. We hebben de bekers 8. Dus het is een beweging. Natuurlijk een beweging ergens vandaan, hè? Dus het weglopen van iets, maar zeker ook naar jouw wensvervulling toe. Want je gaat naar die bekers 9 toe en dat is nou eenmaal die wensvervulling. Staven 2, dus je bent op de juiste weg met dat wat je aan het doen bent. En ik denk dat deze persoon jou al ziet. Misschien ken je deze persoon al. Ik denk het wel, want jij ziet deze persoon en deze persoon ziet jou. Jullie kijken naar elkaar, zeg maar, zonder nog iets te doen. Hè? Maar die beweging die komt er aanzagelen. En jouw ware liefde is dit, Bekerstien. Dat is al dat geluk in de liefde wat naar jou toe gaat komen. Dus een hele gelukkige toekomst met jouw grote liefde, jouw ware liefde. Nou, de pentakels 6 en de gehangene. Dus dit is een connectie eigenlijk die een beetje blijft hangen op het moment. En misschien juist door doordat je een beetje naar elkaar blijft kijken. Hè? Zo van, nou ga jij iets doen, ga ik iets doen.
En dus dat is waarschijnlijk ook het obstakel, hè, wat er is op dit moment. Dat je misschien niet zo goed weet wat er gaat gebeuren, maar probeer om het gewoon los te laten. Ik denk dat het beste zou zijn om gewoon eventjes je eigen ding te doen, dit even los te laten. Probeer er ook even niet aan te denken. En dan zul je zien dat eigenlijk vanzelf alles in gang wordt gezet. Juist. We hebben hier de koningin van Kelken en de ridder van Kelken. Dus precies dat. Dus het eventjes loslaten gaat die verandering brengen. Hè? Dan komt deze persoon naar jou toe. Dus maak je er niet te druk om met de zwaarde 9 en de zwaarde 6. Dus er komt vanzelf rust aan. Hè? Die kalmte die komt eraan. Hoe meer jij die rust kan vinden, hoe stabieler jij kunt zijn. Van nou, ik weet dat het naar mij toe komt. Ik maak me er niet druk om. Ik weet dat het allemaal goed komt. Ja, hoe makkelijker dit allemaal gaat verlopen en hoe sneller ook. Nu hebben we de staven 9 en de zwaarde 10. Dus echt die rust opzoeken. Hè? Het is bijna zover namelijk met de staven 9. Dus het is op dit moment allemaal bezig. Het is op dit moment allemaal aan de gang. Dus bijna heb je die voltooiing met die twee tienen hier. Dus bijna is die voltooiing er van de 9 naar de 10. En dan is het gebeurd eigenlijk. Dan is het er. Dan komt daar die verandering aan met de Rad van Fortuin. Dus die grote verandering. Eindelijk dat contact met die As van Zwaarden. Dus eindelijk is daar het contact. Eindelijk gebeurt er iets. Is daar die actie. En dan ben je helemaal blij. Ontspannen, rustig. En kun je gaan genieten van al het moois met die zwaarde 4. Dus dat is super mooi. Nou, hier hebben we al die communicatie die er gaat zijn. Wordt erg druk, zie ik. Dus waar staven 7 en de bekers 7 gebeurt er heel veel. Dus ik denk dat je het al druk hebt en dat je al veel te doen hebt. En dan met die berichtjes die maar blijven gaan, wordt het erg veel. Dus nou ja, dat moet je zelf dan in de gaten houden. Hè? Of het allemaal lukt, alles tegelijk. Nou, dus die kracht ook in jezelf vinden om in beweging te komen strakjes. En gewoon van het goede uit te gaan met de magier. Dus erop te vertrouwen. De zwaarde 3. Dus probeer om je niet uit het veld te laten slaan. Maar probeer om dat vertrouwen te houden. Die kracht in jezelf te vinden. Om dat zelfvertrouwen te houden. Hè? Van nou, natuurlijk komt het allemaal goed. En niet als er nog niks gebeurt. In paniek raken of verdrietig worden. Of denken van oh god, het wordt niks. Maar juist gewoon denken van nou dan. Misschien op dit moment niet, maar ik ga eventjes dit doen. Dus ik heb hier ook helemaal geen tijd voor. Dus ik ga me hier even op focussen. En dan, nou, voor je het weet, komt daar die doorbraak met de zegenwagen. En de pentakels 8. Dus voor je het weet is het er allemaal. En ben je op weg samen. Samen, hè? Samen op diezelfde weg. Dat is stap 2. Nou, dit wordt een relatie voor de lange termijn. We hebben die bekers 10, hè? Super mooi met de pentakel 7. Dus iets wat eigenlijk alleen maar gaat groeien en sterker wordt tussen jullie. Staven 6, succes, die overwinning. Dus het gaat gebeuren. Dat is je uitkomst, die geluksregenboog die schijnt voor jou, straalt voor jou. jij als de ster en de ster van je eigen film. Je eigen liefdesfilm. Een romantische film. En ja, een supermooie toekomst eigenlijk. Iets wat blijft groeien, deze liefde. Dus ziet er heel erg mooi uit. Dus nou, ik wens je heel veel succes toe. Komende tijd hiermee. En tot de volgende keer. Doeg!